Welkom weer bij deze derde instructievideo van Limex Center Wiegers. Deze keer ga ik uitleggen hoe we een stijl instellen. Ik wens jullie veel kijkplezier. We gaan beginnen met het instellen van een stijl. De stijl stellen we in eigenlijk op dezelfde manier als de patch. Dat hebben we in de vorige video gezien. We gaan ook eerst even een patch kiezen, want we willen een mooie klank hebben bij de stijl die we gaan spelen. Ik druk op patch. ProMap activeren. Openen ProMap. Holland. Dat is de patch die ik wil hebben. Oké, goed. Dan heb ik nu de Holland patch. Stijl is nog niet geactiveerd. Die open ik en dan krijg ik zoals bij de patch ook allemaal mapjes te zien waar mijn styles in onderverdeeld zitten. Nu wil ik graag een Bequeen style. Die zit in Latin. Ik activeer Latin. Ik open Latin. Ik kies de Bequeen en ik druk OK. En nu kan ik gaan spelen met de Bequeen. Nu wil ik overschakelen naar een Foxtrot. Ik druk weer op Style. De Foxtrot weet ik toevallig, die zit in Ballroom. Ik activeer Ballroom. Ik open de Ballroom map. Foxtrot. Oké. Dan kan ik ook nog met de numerieke toetsen direct een stijl kiezen. Ook dan moet ik weten waar de stijls zitten. Stijl. Entertainer. En dan kies ik stijltje 2. Ik weet dat is Polkapop. Stijl 2 van map 1. Oké. Dan kunnen we nu de stijl Polkapop gaan starten. Hij start in variatie A met tempo 118. We drukken op de start-stop knop van de MC11 controller. Alleen de drumklanken beginnen te spelen. Zodra we op een akkoordbas drukken, speelt de stijl volledig. Speelt een variatie A, we kunnen variatie B, variatie C. En in variatie D spelen. We kunnen ook het tempo nog aanpassen door middel van wieltje P1. Langzamer, sneller. Met wieltje P2 passen we het volume van de stijl aan. En met wieltje P3 kunnen we dan nog de MIDI die we op de rechterkant live spelen ook nog harder en zachter zetten ten opzichte van de stijl. En ending A. Ik kan ook, voor ik begin te spelen met de stijl, al het juiste tempo instellen en het juiste volume instellen. Ik druk tegen wieltje P1. Mijn blauwe ledje gaat branden en nu kan ik draaien aan het wieltje, mijn tempo hoger of lager instellen en ook het volume van de stijl. Heb ik het juiste volume en het juiste tempo ingesteld, druk ik nogmaals tegen het wieltje, mijn blauwe lampje gaat uit en ik kan nu met de startknop beginnen met spelen. Dan gaan we verder met wat uitleg over de display. We zien Polkapop in het rode schermpje, variatie A, AF, tempo 120. Variatie A hebben we net gehad. AF is auto fill-in, die heb ik geactiveerd, zullen we zo zien. En het tempo is 120. Nu tikken we op dit scherm en dan zien we alle instrumenten
die meespelen in deze stijl, die kunnen we ook uitzetten. We kunnen een ritme, een drum uitzetten. We kunnen de finger, dat is de bas, kunnen we uitzetten. We kunnen een strijker uitzetten. Let wel op, als ik bijvoorbeeld deze strijker en deze synthie uitzet en ik wil dit opslaan, dan kan ik alleen maar in een song en dat gaan we in een volgende film weer behandelen. Dus we kunnen alleen maar dit spelen, niet opslaan. Dan tik ik nog een keer op het grote schermpje. Dat wordt interessant. Rechtsboven, key start, dat betekent dat ik niet eerst met de start-stopknop hoef te starten, zoals ik juist heb gedaan, maar dat ik direct door op een akkoord of op een basknop te drukken de stijl kan starten. Hij start in variatie A. Ik kan daar ook zeggen, begin maar te spelen in variatie C. De autofill-in, dat was de AF in het scherm. Dat is bij overschakeling van een variatie, krijg ik een leuke fill te horen. Die kan ik ook uitzetten. Ik had geen intro. Ik kan ook een intro starten met een intro. En de ending had ik een korte gekozen, dat is A. Ik kan ook voor een lange kiezen. Ending C. Als de key start is geactiveerd, kan ik de stijl laten starten door op de akkoordknop te drukken. Dan heb ik nog de mogelijkheid om de variatielink in te schakelen. En dan gaan mijn scènes van de klanken op de rechterkant schakelen mee met de variaties. Scène 1, variatie A. Scène 2, variatie B. C, 3 en variatie D is scène 4. Ik heb nu ending C ingeschakeld. Ending. En een wat langere ending. Ik gebruik nu een Steirische harmonica. Dan heb ik de mogelijkheid om de tonen die gespeeld moeten worden in de stijl te laten schakelen op de bas en op het akkoord. Of beide. Die kan ik omzetten. Bas, nu op de akkoord en de bassen en de akkoorden. Heb ik een accordeon, dan gaan deze alleen maar over de akkoorden. Dan kan ik dit ook niet instellen. Als ik wil stoppen met stijl spelen, druk ik 2 seconden op mijn stijlknopje. De stijl is dan uitgeschakeld. Staat nog wel in het scherm de naam van de stijl. Ik kan hem ook weer snel oproepen. De laatst gespeelde, weliswaar. Door op het rode vak te drukken, wil ik de stijl helemaal uitschakelen. Hou ik mijn selectknop naar voren. Druk ik weer 2 seconden op stijl en is die volledig uitgeschakeld. Dit was dan alweer de 3e video. Willen jullie op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe video's die nog gaan komen, vergeet hier niet te abonneren. Ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben en tot de volgende keer.